Het is rijp om te beginnen met deze erg speciale avond bij de RKSV Minor in Nut. Goed dat we hier mogen zijn. Het heeft ook een beetje te maken met de familiebanden van de familie Riksen, maar daarover wellicht later meer. We hebben hier de boekpresentatie van de niets verhullende biografie van Fernando Riksen, Vechtlust. En natuurlijk hadden we deze avond makkelijk kunnen afblazen. En natuurlijk hadden we kunnen zeggen, ja, er zijn belangrijker dingen in het leven dan een boekpresentatie. Maar er is één man die dat heeft verhinderd, ondanks de moeilijke periode waarin hij verkeert. En dat is iemand die zijn hele leven vechtlust heeft vertoond. Op het veld, daarbuiten en ook nu weer, dames en heren, kippenvel en respect. Fernando Riksen! Welkom. Ook natuurlijk twee andere gasten, dat heeft u al een beetje gezien, dat heeft u al in de aankondiging meegekregen. En dan hebben we het natuurlijk over ex-profvoetballer van onder meer PSV, AC Milan, Bayern München, ex-slapie van Fernando onder meer. Dames en heren, niemand minder, Limburgs icoon ook, Mark van Bommel. Welkom Mark ook. Ja, en een boek, dat is prachtig als iemand verhalen vertelt, maar het moet ook opgepend worden. En er moet ook een vertrouwensband zijn tussen een schrijver en een hoofdpersoon. En die was er, maar daar gaan we zo meer over horen. En dan hebben we natuurlijk, dames en heren, last but no least, over de schrijver, freelance journalist van Vechtlust, dames en heren, Vincent de Vries. Vincent, ook welkom. Achter de tafel. Fernando, geweldig dat je er bent. Ik ga eerst even naar je vriend. Over een vechter gesproken. Mark, jij hebt Fernando denk ik leren kennen als een echte fighter. Vanaf het begin. Pak de microfoon er even bij deze. In die zin is het dus... Is dat niet de goeie? Dan gaan we deze. Pakken we deze wel even. Geen enkel probleem. Makkelijk schakelen. En dan heb ik het ook gelijk natuurlijk over het feit dat het boek Vechtlust heet. En dat is op... Het lijf van deze man geschreven, denk ik, hè? Ja, dat weet ik wel zeker. In de tijd dat wij samen begonnen, was ik nog een hele lieve voetballer. En dan was Fernando de echte vechter. En als ik een schop kreeg, links of rechts, dan keek ik naar achter en dan kreeg ik een klein knikje. En dan vloog die speler die mij geraakt had, vloog 3 seconden later, vloog die dan lucht. Hij ruimde de rotzooi op voor jou eigenlijk dus. Ja, dat deed ik. Wat je zegt, Fernando was vroeger dus al de puinruimer als jij iets... Want jij was kennelijk dus een brave voetballer, Mark. Is dat ooit zo geweest? Nou, ik zou je... Hoor je mij? Even, ik geef jou even... even kijken naar de afdeling techniek. Zal ik hem even mee pennen? Wat was je vraag ook op jou? Geen enkel idee, weet jij nog? Nee, over het feit dat jij dus eigenlijk het braafste jongetje van de klas was vroeger. Ja, ik ben eindelijk in de leer gegaan bij Fernando. En ik denk dat we beide een heel sterk schop hebben. Ik denk dat we daar, als ik zo verder gevoetbald had zoals ik dat gedaan had, dan was ik een hele frivole voetballer geweest. En dan was ik waarschijnlijk voortdurend op mijn eindstation geweest. Denk ik ook. Ik hoorde hier gelach natuurlijk, want jij zegt niet voor niks dat we het ver geschopt hebben. Dat zegt iets misschien over deze twee mannen, maar daarover gaan we het later hebben. Het boek Vechtlust. Vincent, ergens moet het beginnen. De making of een boek als dit, Vechtlust. Hoe is het gekomen? Werd jij gevraagd door Fernando? Heb jij hem gevraagd? Heb je hem lastig gevallen? Nee, ik heb hem niet lastig gevallen. Ik heb Fernando jarenlang, ik heb hem een paar keer opgezocht, in Sint-Petersburg en in Schotland. Ja, dat blijkt wel dat Fernando meer kan dan alleen voetballen. Ja, wat vaak bij een voetbalboek gaat het over de looplijnen, het scoren, de mooie passes. Nou, bij Fernando gaat het ook over de looplijnen. Ook over de looplijnen, maar dan niet ook in het uitgangsleven. Waar hij dus...
ook ging scoren. Dus, en dat is een mooie ingrediënt van boek. Het is je vaker gevraagd, Fernando. Er moet een vertrouwensband zijn om je levensgeschiedenis aan iemand toe te vertrouwen. Nou ja, goed, het is al een paar jaar. Uiteindelijk gewoon naar me toe ben je een boek schrijven. Uitdagen. Weet je, ik heb wel wat leuke verhalen. Laten we maar doen. En een jaar lang bezig geweest en ik denk dat we een goed boek hebben gemaakt. Ik denk dat we dat allemaal kunnen erkennen, zeker als we het gelezen hebben, dames en heren. Dat is smullen voor de liefhebbers. Mark, op een gegeven moment werd jij gevraagd om een voorwoord te schrijven. We gaan zo nog iets verder in op het boek, dames en heren, mogen duidelijk zijn. Jij werd gevraagd om een voorwoord, niet getwijfeld. Nee, absoluut niet getwijfeld. Alleen, ik dacht niet dat dat zo moeilijk zou zijn. Wat was daar moeilijk aan? Nou goed, ik ken hem heel erg lang, maar pik maar eens een moment eruit wat je wil verwoorden in het voorwoord. Dat is niet zo makkelijk. Laat mij maar tegen een bal aan schoppen, maar ook niet meer, maar misschien is de pen ook wel iets voor mij. Nou ja, ik kan inderdaad zeggen dat het fraai verwoord is door je uiteindelijk. Logisch ook, Vincent, om Mark van Bommel te vragen voor het voorwoord. Ja, en het was ook heel bijzonder dat Mark zelf heeft geschreven. Je hebt bij veel columnisten, beroemdheden, voetballers, die later het schrijven. Ghostwriter, dat zie je bij de Telegraaf, bij de AD. En Mark zei gelijk van het begin, ik ga het zelf schrijven. Nou, dat is een goed geluk. Dus misschien moet je pen al vaker vastpakken. Maar goed, ja, toen ik benaderd op iemand om het voor te schrijven, kwam het ook zo met Mark. Ja, ze kennen elkaar natuurlijk vanaf de 12e, kennen ze elkaar al. De nieuwste selectie samengespeeld bij Jong Fortuna. Fortuna, Jong Oranje, alles meegemaakt. Qua slaapjes, qua huiswerk hebben ze samengemaakt. Dus ja, hij was de ideale persoon om hem te laten eren, om het voor te schrijven. Ja. Het mooie is aan dit boek, je leest wel eens boeken, biografieën, dat je zoiets hebt van, heeft die persoon wel alles verteld? En is het misschien uit politieke overwegingen handig geweest om niet alles op te schrijven? Maar Fernando, jij had zoiets van, als ik een boek schrijf, dan moet het ook goed zijn. Je hebt niet getwijfeld, alles erin. Vincent, als jij de microfoon even doorgeeft. Ja, alles erin. Eerlijk en open. Ja, gewoon echt alles. Was dat niet moeilijk? Want er komen nogal pikante scènes voor in het boek. Ja, nou ja, goed. Het is mijn leven. Ik heb meegemaakt. En... ja, goed. Heb je ergens spijt van gehad als je terugkijkt op die geweldige carrière? Want dat laten we dat niet vergeten, geweldige prijzen gepakt met Zenit, met onder meer een Glasgow Rangers. Ja, één moment. De laatste periode bij Zenit. Ja, goed, dat staat goed beschreven in het boek wat er gebeurd is. En dat is heel mooi spijt van het. De rest zou ik nu ik ouder ben, anders doen. Maar geen spijt. Jij doet een onthulling in het boek, dames en heren. Volgens jou is Mark van Bommel de enige betaald voetballer die niet vreemd gaat. en het amateurvoetbal inbegrepen, geloof ik. Mark, zit daar een kern van waarheid in? Nou, ik wilde wel, maar Fernando had het allemaal weggenomen. Lastig toch altijd, hè, met zo'n womanizer. Maar Fernando had al snel oog voor de vrouwtjes, om het maar zo te zeggen, ook in het grijze verleden. Nou, even alle gekheid op een stokje. Ik was vrij serieus. Ik denk dat Fernando dat ook wel redelijk omschrijft. Als je samen op de kamer ligt, dan wilde ik slapen. En dan lag ik ook vaak te slapen. En dan werd op de deur geklopt. En dan moet je even weg. En dat deed jij dan ook gedwee? Ja, ik was heel snel weg. Ja, dat is ook dat verhaal. Nou, laten we het gelijk maar even bij de kop pakken. Want ik weet niet of Fernando moet vertellen of Mark. Maar op een gegeven moment was er dus een trainingskamp, geloof ik. Je bent in een hotel. Fernando klopt weer eens aan de deur en komt daar met een voluptueuze blondine binnen. Mark moet moven. En vervolgens probeer jij het ergens anders nog. Om ergens anders een slaapplek te krijgen. Weet je dat nog? Ja, ik stond in eerste instantie op de gang. Ik denk, ja, wat moet ik nou doen? Ik had een beetje proberen mijn spullen mee te nemen.
En we lagen natuurlijk op één lange gang met z'n allen. En volgens mij een deur verder lagen Dirks en Pauwen. En ik moest op de deur kloppen. Maar ja, ze dachten van ga lekker naar je eigen kamer. En het duurde nog een tijdje om daar überhaupt binnen te komen. En ja, ze hadden natuurlijk twee bedden. Twee eenpersoonsbedden. Dus ik heb daar de nacht doorgebracht op een bankje. Dus 's morgens had ik ook een beetje last van mijn rug. Want inderdaad, bij Dirks en Pauwen was ook vrouwelijk gezelschap te ontwaren, of niet? Althans, dat hoor ik van Fernando. Maar goed, misschien is dit wat lastig om dat zo te formuleren. Voor familie enzovoort. En zo worden er wel meer mensen links en rechts fraai beschreven in het boek, dames en heren. Even naar Vincent. Dames en heren, Vincent, heb jij wel eens samengeleefd met vier lapdancers? Vier? Ja. Nee. Eén? Nee, helaas niet. Helemaal niet. Nee. Want u zult het gaan lezen, dames en heren. Nee. Fernando kreeg het voor elkaar in zijn Russische periode om met vier lapdancers, danseressen wel te verstaan, samen te wonen. Ja, toch even de microfoon naar Fernando. Fernando, wat ging er toen door je heen? Vier lapdancers? Veel zeggen de lach. Ja, dan wordt het prijzig om weer te voorschijn. Mooie beelden. Ja. Nee, ja, goed. Ik zat in Rusland, maar nu mijn ex-vrouw, die was er niet. Vier meiden, een appartement, je vrouw was er niet. Zover was ik verleden. Ja, goed. Dan die meiden die kennen om met de uitgang. Op een gegeven moment dan bleef hij bij slapen en van de hoort van één dag dat ze elke dag daar waren. En mooi van die meiden was dat ze dus en mooi uitzagen, rondliepen, bijna zonder kleding. Maar als je thuis kwam, was het eten klaar. Dus ja, wat wilde ik nog meer? Ideaal leven. Zo, maar dat stuur je niet weg. Nee. Het zou ook lullig zijn om die dames dan weg te sturen. Mark, iets heel anders. Ben jij wel eens met een privé-helikopter naar de training gebracht? Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Fernando wel, natuurlijk. Fernando, heel kort even, bij Glasgow. Ja. En ik heb mijn rijbewijs verloren met heien. Dus maar dan mocht je in Nederland mocht je waar heien, maar in de UK niet. Dus ik kwam van de boot af. En toen moest ze de auto laten staan. Dus mijn vriend, die is nu overleden, Colin McGay, die kwam met de helikopter mij ophalen. Terug naar Glasgow vliegen. En een omgekeerde helikopter uitstappen, het veld op en zo trainen. Moest zo op tijd daar zijn. En die mensen keken hun ogen uit natuurlijk. Ja, dat gebeurt bij Minor ook niet dagelijks natuurlijk. Er zijn dagen dat het niet gebeurt. Vincent, je hebt fraaie hoofdstukken aan elkaar geschreven met geweldige, soms ook schokkende inhoud, moet ik zeggen. En één hoofdstuk gaat volledig over een fotomodel, Katie Price, genaamd Jordan. 9000 woorden heb je bij elkaar getikt. Ja, en je hebt me wel eens verteld, het hadden er ook wel 20.000 kunnen zijn. Ja, klopt. 9000 woorden, dat is een hoop voor één vrouw. Als je weet wie zij is, in Engeland is een hele grote, de Pamela Anderson wordt ze genoemd van Engeland. Ja, die verdient, die heeft alles groot. Dus ja, ik dacht nou, die verdient alles groot. Ja, oké, bankrekening, auto, ja. Enzovoort. Ja, dus ik zeg, nee, ja, die verdient ook een groot hoofdstuk. Ja. Nou zie ik dus in het boek staan dat iedereen aaste eigenlijk op Katie Price, Katie Jordan, om het maar zo te zeggen. En al die spelers, u kent dat wel, hè, die denken dat ze iedereen kunnen krijgen. Zo gaat dat kennelijk in die voetbalwereld. En Mark weet van niks, maar goed, zo blijkt dat te kunnen. En dan op een gegeven moment slaagt Fernando erin om de scalp van Katie te veroveren. En haar mee het bed in te kunnen lokken. Ja. En dan komt hij de volgende dag op de training. En toen? Ja, Applaus? Nou, hij kwam eerst dan, kwam van allemaal op de parkeerplaats. En zei ik eerst, dit wil ik van dichtbij horen. Fernando, over Katie Price. Ja, nee, ik zei dat gisteren horen op tv. Zij heeft mij het bed in gelokt. Ik wil niet zo goed, maar
zei van mij toen, zei van mij. Ja. Ja. Dit is de waarheid, hè? De enige echte waarheid. Ja. Geweldig verhaal. En dan kom je dus op de training en dan volgt er een klaterend applaus van je medespelers. Ja, nou goed, ik kwam trainen en de krant stond met foto's. Ja, en over de hele gang voordat je binnenkomt, met alle elftallen, gewoon staande te klappen. Dus ja, dat was wel leuk om mee te maken. Dat geeft een lekkere kick, hè, kan ik me voorstellen. En ik heb me laten vertellen, dames en heren, ook de trainer haastte op, Katie. Maar die vond het geweldig dat jij haar had geschaakt, maar hij moest je wel een boete geven. Ja, hij was niet blij met de pers natuurlijk. Dus hij kwam zo, hij gaf mijn hand. Goed gedaan, maar wel 25.000 pond te moeten. En jij greep in je binnenzak? Nou, was het wel waar. Dames en heren, ja, we hebben het erover en u lacht. En geloof me, dit is nog die 0,1% van wat er allemaal in het boek staat. Het is echt een opeenvolging en een opeenschakeling van mooie anekdotes. En dan ga je dat optekenen. Vincent, je hebt een goede band gekregen met Fernando. Hoe vaak heb je met hem één op één gezeten om dit boek te realiseren? Nou, we zijn in januari zijn we begonnen. In totaal hebben we 31 keer hebben we afgesproken in Maaseik, de stad waar Fernando woont. Sessies waren dat, van gemiddeld wel 1,5 à 2 uur. En dan kozen we ervoor om echt per sessie een onderwerp uit te kiezen, dat we niet echt van links naar rechts en voor naar achter gingen. En dan ging echt heel diep erin. En echt 1,5 uur lang over één onderwerp. En Fernando die weet echt alles nog. Dat was echt, dat vond ik echt verbazend. Zelfs de wedstrijden, uitslagen, mensen die de voorzet gaven. Hij wist allemaal. Hij wist allemaal mooi. Ja, ik hoop dat het meevalt, dames en heren, met het geluid. Ik vind het zelf wat irritant, maar goed, ik hoop dat u wel eens mee kunt krijgen. Mark. Ik lees in dat boek, in jullie jeugdtijd bij Fortuna Sittard onder meer, lees ik een term die vaak terugkomt. Peppermill. Peppermill. Ik weet niet waar je het over hebt. Dat dacht ik al. Maar je hebt van horen zeggen waarschijnlijk. Nee, wij hadden een heel leuk elftal waarin we heel veel eigenlijk vrienden hadden. Je was natuurlijk wel teamgenootjes. Er kwamen een aantal uit Kerkrade, Heerlen. Ik kwam zelf iets noordelijker uit mijn bracht, uit Roermond. Ik denk dat we ook een hele leuk elftal hadden en dat was buiten het veld hetzelfde. Als wij zaterdag gespeeld hadden en in dat jaar wonnen we bijna alles, dan was het ook wel zo dat we een keer naar de Peppermill gingen of volgens mij, ik weet niet of het nog bestaat, Studio 54. En het klinkt als een ordinaire seksclub, maar dat kan aan mij niet hoor. Nee, dat was gewoon een discootje waar we dan even naartoe gingen. Maar je had wel hele leuke momenten met dat elftal en dat blijf je altijd bij. En ik denk dat Fernando dat ook heel mooi beschreven heeft. Ik zie het zo voor. Fernando, er ging een verhaal. What happens in Peppermill stays in Peppermill. Hè? Dat het ook al is met Hollywood en zo. Kun je een heel klein tipje van de sluier oplichten wat daar dan in die Peppermill gebeurde? Ja. Nou, we zijn niet gepermitteerd om daarover te praten. Jawel, maar voor je had een zwembad. Dus aan het einde van de avond lag half Fortuna gewoon de zwembad te springen en te zingen. Dus dat soort dingen deden wij. Maar dat was voor, hadden wij gewonnen. Geweldig. Nou, top. Maar eerst natuurlijk de officiële overhandiging van Vechtlust. En misschien is het, voordat ik de uitleg aan Fernando vraag waarom het richting Mark van Bommel gaat, wil ik toch dat moment even hier plechtig vastleggen voor al die massaal uitgerukte persmensen. Dus ik zou zeggen, zullen we dat even gaan doen? Vincent ook even bij, even naar voren hier op het podium, want Vechtlust 500 pagina's dik. En u zult met mij eens zijn wat u al heeft meegekregen. Binnenkort op nummer 1 in de bestsellerslijsten. Ik pak het boek er even bij. Fernando, het heeft jou behaagd om het eerste nummer te overhandigen aan Mark van Bommel. Ja. Waarom is dan even de clichématige journalistieke vraag? Nou, de meeste is het voorwoord geschreven.
En voor mij is het een eer om zo'n speler mensen te boek te mogen hangen. Geweldig, mooi gesproken, dames en heren, hier bij het moment van de overhandiging. Applaus! En u ziet het, dames en heren, als dat geen echte vrienden zijn, weet ik het niet meer. Mark, ja, je krijgt dit boek overhandigd van Fernando, over wie je net al mooie woorden hebt gesproken. Het doet je wel iets. Ja, dat doet me zeker iets. We hebben een heel aantal hele mooie jaren beleefd samen. Ik denk de hele jeugd samen doorgebracht. En niet zozeer met je klasgenoten, wat normaal gesproken gebeurt, maar met je teamgenoten. En je doorloopt samen vanaf je 12e eigenlijk alles, de Limburgse jeugdselecties, de elftallen bij Fortuna. Je debuteert bijna gelijktijdig bij Fortuna. Daarna bij het Nederlands elftal, Jong Oranje, hij gaat naar AZ toe. Ik maak later de stap naar PSV. Ja, en zonder echt veel contact te hebben, is het net alsof we gisteren samen op het veld gestaan hebben. En als ik het een aantal dingen heb ik heel snel mogen lezen hier achter de schermen. Ja, het is alsof ik het weer beleef. En dat is ook heel mooi opgeschreven, dat moet ik ook zeggen. Maar zoals Fernando het beleefd heeft, zo heb ik het ook beleefd. En er staan een aantal momenten in die op het trainingsveld gebeurd zijn. Ja, ik noem er eens één. Nou, wij trainen dan mee als jonge jongens bij het eerste van Fortuna. En dan kwamen we de kleedkamer binnen. En dan zeiden we eigenlijk niet veel. We droegen de ballen naar buiten en dan gingen we trainen. En we wilden eigenlijk zo goed mogelijk trainen. En we zaten vaak bij elkaar in het elftal. Als we partijen deden, we wonnen ook vaak van de ervaren jongens. En ik kan me herinneren dat we eigenlijk iedereen wel zoek speelden. En Fernando kreeg een knal van Richard Sneekers. En dat was een flinke knal. En hij lag op de grond en hij keek me aan. Ja, ik moest eigenlijk wel lachen. En hij ook. En dan knikte die. En twee of drie ballen later lag Richard Sneekers op de grond. En die moest voor de training af. Maar Chris Dekker stuurde Fernando ook naar binnen. Maar dat zijn wel van die momenten die je niet vergeet. En buiten dat is het echt een goed zak. Niet alleen op het veld. Ik had hem in ieder geval met mij in het elftal dan tegen me. Dat zeggen ze vaak over mij. Maar met Fernando is datzelfde. En dat is echt een goed zak. En niet alleen op het veld, wat ik net al zei, maar ook buiten het veld. Als iemand problemen had, ja, dan loste Fernando dat op. Niet alleen op het veld, ik ben al gezegd voor de derde keer, maar ook daarbuiten. Dat mag duidelijk zijn en dat kunt u ook uitgebreid lezen. Dan hebben jullie samen ook in het grote Oranje mogen spelen. Kun jij dat nog voor de geest halen, Fernando? Met Mark van Bommel? Ja, zeker. Ja, wel. Zeker de eerste wedstrijd in Spanje. Echt 2-0 winnen uit. Was Kevin Hoogland was er ook bij. Drie Limburgse topvoetballers in één generatie. Ja. Ja, ik wil herhalen. Niet te veel verklappen, want dat is een van de quizvragen, dames en heren. Maar goed, oké. Dat na de pauze. Nee, ik denk dat we deel 1, dames en heren, afgesloten hebben bij deze.